Hier worden elementen gepresenteerd die binnen onze controle liggen en andere die dat niet doen, dat wil zeggen, standpunten, neigingen, aspiraties en afkeuringen, kortom, alles wat inherent is aan onze acties, valt onder onze beheersing. In contrast, het lichaam, het lot, de reputatie, de autoriteiten, kortom, alles wat niet intrinsiek is aan onze acties, ligt buiten onze invloedssfeer. Zo begint de handleiding of gids voor het leven van de beroemde Griekse filosoof. Om een volledig leven te bereiken en interne kwellingen te minimaliseren, is het cruciaal om onderscheid te maken tussen wat beheersbaar is en wat niet. Onze verantwoordelijkheid is om onze energie te richten op wat we kunnen beheersen en te negeren wat buiten dat bereik valt. Een van de grootste moeilijkheden die een individu kan tegenkomen, zijn de meningen en beoordelingen van anderen. Het is praktisch onvermijdelijk om positief of negatief beïnvloed te worden door deze oordelen. Als iemand probeert te ontsnappen aan deze invloeden, is het essentieel om te begrijpen dat de standpunten van anderen, beledigingen of welke vorm van persoonlijke aanval dan ook, niet onder onze controle vallen. In het levenshandboek leren we hoe we moeten reageren als we het doelwit zijn van beledigingen. De bedoeling van deze video is dus om de voorschriften van de beroemde Life Manual te extraheren om een mentale toestand te verwerven die ons in staat stelt om de angst voor het oordeel van anderen te minimaliseren of uit te bannen. Dit zal worden bereikt door middel van 7 lessen of principes die zijn afgeleid van de richtlijnen van Epictetus. U zult begrijpen waarom u geen belang moet hechten aan externe indrukken en hoe u een toestand kunt bereiken waarin meningen u geen schade kunnen berokkenen. Als dit uw eerste keer is, overweeg dan om u te abonneren zodat u de waardevolle inhoud die we hebben voorbereid niet mist. Nummer 1. Beledigingen of aanvallen. Epictetus suggereert dat we onthouden dat degene die beledigt of aanvalt niet de beledigde persoon is, maar eerder diens eigen oordeel dat deze acties schandelijk zijn. Dus als iemand u uitdaagt, onthoud dan dat het uw eigen gedachte is die aanvankelijk verstoord raakt. Vermijd beïnvloed te worden door uiterlijk, want na verloop van tijd en kalmte wordt het gemakkelijker om zelfbeheersing te hebben. Een van de geheimen om niet om te geven om de meningen van anderen is te beseffen dat de belediging niet schadelijk is. De emotionele ongemak die voortkomt uit de belediging komt voort uit hoe we deze belediging interpreteren. Als iemand u kleineert of niet respecteert, bedenk dan dat de belediging alleen effect heeft als u dit toestaat. Door negatief te reageren, wordt de ware waarde van een persoon gemeten aan hun vermogen om weerstand te bieden aan negativiteit? Helaas is dit de aard van het leven. Als u zich beledigd of gekwetst voelt, stel uzelf dan de vraag: wil ik overwinnen of me overgeven? Moet ik toegeven aan wat ik niet kan controleren? Laat me een parallel trekken met stoïcisme en pleziertjes. Om niet door hen beïnvloed te worden, moeten we niet tegen het verlangen vechten, want dat zal nooit verdwijnen. Het verschil zit in hoe we dat verlangen verwerken, of we ons er volledig aan overgeven of het negeren. Dus als iemand niet van streek raakt door de belediging, zal de daaropvolgende tevredenheid hen verheffen en hen de kracht geven om de tegenslag met vastberadenheid te confronteren. U herinnert zich zeker situaties waarin een negatieve opmerking uw dag of week heeft verpest, ondanks uw inspanningen.
ik begrijp hoe u zich voelt, want we hebben allemaal op enig moment met zoiets te maken gehad. Als dat het geval is, raad ik u aan om te blijven kijken, aangezien we in de volgende principes zelfbeheersing zullen bespreken. Nummer 2. Houd vast aan vaste doelen. In dit voorschrift is het essentieel om te begrijpen dat om aan de invloed van andermans meningen te ontsnappen, u het volgende moet begrijpen. Als u zich inzet voor filosofie, bereid u dan vanaf het begin voor op spot en bespotting door de menigte. Wees bereid om mensen te horen zeggen: plotseling is hij een filosoof geworden of waar komt deze arrogante houding vandaan? Zorg ervoor dat u deze arrogante houding niet overneemt en blijf onwankelbaar in keuzes die bijdragen aan uw welzijn. Onthoud dat als u standvastig blijft in uw houding, dezelfde mensen die u eerder kleineren, u uiteindelijk zullen bewonderen. Aan de andere kant zal toegeven aan andermans meningen resulteren in dubbele bespotting. Degene die ook filosofen wilden worden, zelfs als u dat niet ambieert, kunnen dit principe van de Griek toepassen in elk aspect van het leven. Dit voorschrift is cruciaal omdat veel mensen hun ware talenten verwaarlozen alleen om het oneens met meningen naar de mond te praten. Wat Epictetus ons leert, is dat als we onze doelen laten beïnvloeden door de angst voor andermans meningen, ons falen niet het gevolg zal zijn van onze mislukte poging, maar van het toegeven aan andermans meningen. Dit mag niet worden opgevat als een nederlaag, maar als een echt probleem. Wanneer iemand zijn doelen opgeeft om sociale conflicten te vermijden of tegengestelde meningen te vermijden, is het de moeite waard om vol te houden, zelfs in het gezicht van tijdelijke bespottingen of twijfels. Uiteindelijk leeft u volgens uw eigen essentie. Ik stel voor dat u hierover nadenkt telkens wanneer u voor een beslissing staat, waarbij u uw doelen prioriteit geeft en begrijpt wat de echte motivatie is achter uw keuzes. Nummer 3. Maak u geen zorgen als iemand negatief over u spreekt. Laat u niet verontrusten door het vooruitzicht om genegeerd te worden en over het hoofd te worden gezien. Als het ontbreken van eer iets negatiefs was, zouden anderen de macht hebben om ons ongelukkig te maken. En dat is niet de realiteit. Het feit is dat we alleen iemand zijn in wat binnen ons bereik ligt en afhangt van onze beslissingen. Dit principe is uiterst relevant in deze tijden. Hoe vaak doet u iets dat u eigenlijk niet wilde doen alleen maar om goedkeuring te krijgen, vooral op sociale media? Sociale validatie op deze platforms kan schadelijk zijn voor het individu. Nummer 4. Oefen controle uit om een belediging in een aanval te veranderen. Zoals Epictetus opmerkt, moeten we evenveel zorg besteden aan onze geest als aan ons lichaam. U zou zeker niet toestaan dat een vreemde elke dag uw huis binnenkomt, wetende welk gevaar dat met zich meebrengt. Maar als we een belediging opnemen en interpreteren als een aanval, laten we die persoon onze geest betreden en daar een tijdje blijven. Nummer 5. Handel in overeenstemming met uw inzicht. We moeten ons niet schamen om gezien te worden terwijl we handelen in overeenstemming met onze principes, zelfs als anderen onze acties verkeerd begrijpen. Als we juist handelen, waarom zouden we dan bang zijn voor een verkeerde beoordeling door anderen? Dit geldt ook voor het gebruik van sociale media, waar we vaak toestaan dat ons geluk afhangt van populariteit of externe validatie. Nummer 6. Maak u geen zorgen als iemand kwaad over u spreekt. Als iemand u schaadt of negatieve opmerkingen maakt, herinner u dan dat ze handelen op basis van hun overtuiging dat ze gelijk hebben. Het is echter niet redelijk om aan te nemen dat iedereen zou handelen zoals juist lijkt voor u, maar niet voor hen. Dus als ze oordelen op basis van een verkeerde perceptie,
zijn zij degene die schade lijden door hun fout. In het licht van deze principes, heb geduld met degene die u beoordeelt. Nummer 7. Niemand kan u schade berokkenen. Door dit zevende principe te volgen, bekijken we de motivatie van degene die de belediging uit, wat ons leidt tot de conclusie dat we niet kunnen verwachten dat iedereen handelt in overeenstemming met wat wij juist achten of met onze kijk op de wereld. Deze mentaliteit kan schadelijk zijn. We moeten de volgende overweging maken: is het realistisch om te geloven dat iedereen dezelfde kijk heeft als u? Zo te denken is naïef. Daarom, als iemand u beledigt en gelooft dat hij de waarheid over u heeft, overweeg dan zorgvuldig het volgende: u kent uzelf, begrijpt uw gedachten, weet waarom u handelt en waarom u bepaalde acties onderneemt. Alleen u bezit de waarheid over uzelf. Om af te sluiten, deel ik de volgende les van Epictetus. Hoe lang stelt u de verdiensten van significante vooruitgang uit en volgt u de voorschriften van de reden niet? U heeft de filosofische principes verworven die u moet internaliseren. Welke andere meester wacht er om uw evolutie te starten? U bent geen jongere meer, maar een volwassene. Als u nalatig, lui en voortdurend uitstelt blijft, en excuses blijft maken en zich blijft verzetten om uzelf toegewijd te zijn, zal het leven voorbijgaan terwijl u volhardt in onwetendheid tot aan de dag van uw overlijden. Wat is uw evaluatie van de video? Deel uw mening in de reacties. Als u voor het eerst met ons meedoet, vergeet dan niet om u te abonneren om met ons mee te gaan op deze reis naar wijsheid. Tot ziens!